komt heel veel voor, heb ik me laten vertellen. Nou, de meeste mensen dromen dan dat ze ook geen onderbroek aan hebben. En dan schamen ze zich heel erg. Nou, dat heb ik niet. Nee, als ik zonder onderbroek mijn werk zou komen, zou iedereen zeggen... Hoe? Hoeft hij zich niet voor te schamen? Misschien even een goed moment om even iets recht te zetten. Dat zag al heel veel mensen net kijken. Als ik praat, haal ik soms lange en korte ei door elkaar. Mam, ik moet je wat vertellen. Mijn moeder was aan het koken, die keek niet op. Die zei, ach joh, dat wisten we al lang. En dan zegt iemand opeens tegen mij, Micha, wat vond jij eigenlijk van Joe Speedboat? En denk ik, ja, als ik nu zeg, dat heb ik niet gelezen, dat komt niet heel intelligent over. Ik wil ook niet liegen, dus dan hoor ik mezelf zeggen, nou, ik lees eigenlijk geen Nederlandse literatuur meer. Een van de dingen die Wordtje doet, ze nemen Nederlandse, ja, bekende Nederlanders, waar ik vaak niet zo dol op ben, en die sturen ze één keer per jaar naar een oorlogsgebied. Dat ik denk, nou, met een cameraploeg, je kan het allicht proberen. En zolang ze daar zijn, heb ik er geen last van.